achter is. Mijn naam is dus Jim. In de volksmond Jim de Vogelaar. En waarom? Omdat ik helemaal weg ben van vogels. Ik observeer ze. Ik leer van ze. En ik schrijf zoveel mogelijk over ze in mijn boeken. Aha, ik ben een echte vogelkenner. En vandaag ga ik jullie het verhaal vertellen over hoe ik terecht ben gekomen hier in Chitora. Het begon allemaal met de legende over de Laia Laia. De grootste vogel die nou zou rondvliegen op deze planeet. En volgens die legende zou hij een poot hebben zo groot als een struisvogel. Een bek zo groot als een leeuw. En ook zo scherp als die van een haan. Van kinds af aan wist ik. En als ik deze vogel zou ontdekken, zou ik echt wereldberoemd worden. En na vele jaren onderzoek wist ik waar ik zoeken moest. Een klein stukje mysterieuze jungle. Hier ver vandaan. En de enige manier om daar te komen was... met het vliegtuig! En daar ging ik op naar de grootste ontdekking van mijn leven. Ik zag die krantenkop al voor me. Jim, de vogelaar, ontdekt de grootste vogel ter wereld, de Laia Laia. Maar als ervaren avonturier had ik moeten weten dat dit wel eens een risicovolle reis zou kunnen worden. En dan gauw met een pikzwart en ik belandde in noodweer. Het vliegtuig raakte een hevige turbulentie. De bliksem schichtte raaklings langs het vliegtuig. Maar toen hoorde ik iets. Door de regen zag ik een schip opdoemen. Ik geloofde mijn eigen ogen niet. En dit moment vergeet ik nooit meer. Ik wist wat ik zag. Poten zo groot als een struisvogel. Een bek zo groot als ik ben een leeuw. Wow. De Laia Laia, de legende, hij was het echt. Het enige wat ik nodig had voor de buitenwereld als bewijs, was één goede foto. Dit was het moment van de waarheid. Wow. Wow. En toen zoek het allemaal toe. De bliksem sloeg in de motor alsof het niets was. En de motor viel meteen uit en de vliegtuig stortte naar beneden. En het enige wat ik nog kon denken was, Jim, houd vliegtuig omhoog, Jim! Maar ik kon niet meer, dus ik ging staan, deed mijn parachute op, deed de deur open van het vliegtuig, ging op de rand staan, keek naar beneden en sprong! En toen werd alles zwart. Ik voelde me niet meer neerkomen, ik voelde helemaal niets meer. Ik was in slaap gevallen. Eigenlijk was ik flauw gevallen. Maar dat is niet zo slim te vertellen toch? Een paar uur later werd ik wakker. Drijfnat van de regen. Mijn pasje was in de boot terechtgekomen. Hij had mijn val gebroken en zo mijn leven gered. Maar na een tijdje kwam ik erachter dat ik er helemaal alleen voor sta. Dit is mijn nieuwe leven. Dit is mijn nieuwe avontuur. En ik moet leren samenleven met de dieren om me heen. De elementen van de natuur goed gebruiken. En de onderdelen van het vliegtuig wijs inzetten. Maar één ding houdt mij altijd op de benen. En dat is de zoektocht naar de Laia Laia. Die grote vogel. Die eeuwenlang al medewerkt door de Himalaya-stam. En dit boek is afgaan als de ontdekking van Jim de Vogelaar. En iedere dag, iedere stap is één stap dichterbij. Dat ik oog in oog sta met de Laia Laia. Wow. Oh, en hoe cool is het als ik de Laia Laia op de foto kon zetten tijdens een van zijn paringsdans. Sorry, ik liep me even een beetje graag. Als je lang alleen bent in de jungle, dan word je soms een beetje... Koek, koek. Maar wat fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Want dan hebben we meer ogen en oren voor het ontdekken van die Laia Laia. En daarvoor moeten wij het geheime teken afspreken, toch? Oké, iedereen,
doe gelijk maar even mee. Je doet je handen boven je hoofd. Op deze manier. Heel goed. En we gaan. Zaza! Zaza! Dat is een stukje een beetje lastig, hè? Ja. Oké, weet je wat? We doen het nog één keer. Nu we weten wat we moeten doen. Alright? Komt. Handen boven je hoofd. En we gaan. Zaza! Zaza! Ja, heel goed. En jij hebt jezelf eens moeten zien. Fantastisch. Ja, maar dus als je Laia Laia ziet of je hoort hem, doe het geheime teken. Dan ga ik erachteraan voor die ene belangrijke foto. Deal? Alright. Nou, zoals gezegd heb ik leren overleven hier in de jungle. En hoe ik dat deed, daarvoor nodig ik jullie allemaal uit. Hier, in mijn paradijs. En ik noem het... Jungola. Eerst kijken of er geen gevaar is. En het is veilig. Nou, zoals je weet, heb ik leren overleven en weet ik dat ik een flinke dosis charmes om me heen heb. Hi. maar je wil natuurlijk niet dat er een groot roofdier is die mij ook aanziet voor een lekker hapje. Dus, wat moet je doen? Je moet je goed kunnen verstoppen. En in de jaren ben ik echt koning geworden van verstoppertjes spelen. En daarvoor gebruik ik camouflage. En wie vanavond hier eens weet, wat is camouflage? Kom eens op, weet je wat dat? Wat is camouflage? Niemand? Oh, dat wou ik toch al zeggen. Hai, wat is het? Wat is camouflage? Dat je jezelf verstopt. Ja, ja, we komen er. En we hebben nog meer mensen. Wie weet het nog meer? Helemaal bovenin. Wauw, vertel eens even. Vertel eens, wat is camoufleren? Wat is dat? Ja, dat je heel goed kan verstoppen. Ja, goed verstoppen, heel goed verstoppen. Ja, en dat is ook een beetje in de kleuren, hè? Oh, weet je wat, we kunnen het proberen uit te leggen, maar we kunnen het ook laten zien. Ja, even een vraag aan jou, hè. Is dat je papa? Ja, echt waar, is dat de stoerste papa van Jungola? Er wordt even over nagedacht. Is het zoet, ja? Ja, oké, weet je wat anders, papa? Kom eens even naar voren. Dan laten wij zien hoe dat werkt met camouflage. Mag ik een groot applaus voor de stoerste papa van Jungola? Alright, oh, wel een beetje oppassen voor mijn kipjes. Ja, hi. Nou, we hadden het over goed verstoppen, hè? En dan wil je ook een beetje letten op de kleur. Nou, en in dit geval is dat... Ja, Nautica. Ja. Ongeveer. Ja, maar we zitten in de jungle. En roep eens even hardop, welke kleur heb je overdag nodig hier in de jungle? Go! Groen. Groen gaan we doen. Blijf maar eens even staan. Want ik heb speciaal voor jou gemaakt een heel mooi camouflagepak. Eens even kijken. Waar zit het dan? Ja, oh kijk eens. Hier. Lekker maar eens even. Het is net als een jas. Lekker warm. Scheelt weer. En ik zet even de capuchon bij je op. En dan hebben we hier... Henk, je naam is Henk, toch? Ja hoor. Fantastisch. Je mag zelf eventjes de knopjes dicht doen. Het zijn drukknopjes. En dan leg ik ondertussen het spel uit. Wij spelen natuurlijk het spel. Waar is Henk? Ik merk vrij weinig herkenning. Oké, ik leg het eventjes snel uit. Ik stel zo meteen de vraag. Waar is Henk? Als je hem ziet, dan wijs je en je zegt... Daar is Henk. Alright? Hartstikke goed. Ja. We beginnen met de eerste level. Henk, eerste level, de makkelijkste. Je mag goed vooraan komen staan. Heel goed, en dan komt hier de vraag. Waar is Henk? Daar is Henk. Fantastisch. Oké, we gaan heel snel door naar level nummer 2. Oké, die wordt iets moeilijker. Ja? We doen straks allemaal de ogen dicht. Hou hem voor je ogen. We tellen tot 3. En Henk, ondertussen ga jij je verstoppen. Alright? Dat is toch voor mijn kip, hè? Ik weet niet waar je naartoe rent, maar... Oké, ogen dicht. Handen voor je ogen. Ogen dicht. Handen voor je ogen. En we tellen. 1, 2, 3. Waar is... Henk? Henk. Henk, kom eens. Ik heb het gevoel dat je iets meer tijd nodig hebt. Oh, nee, maar we waren bij 3 en... Nou ja, je was op 4. Ja, weet je wat? Oh. Ik ga je helpen, ik ga je helpen. Weet je wat? We gaan door naar het laatste level, de allermoeilijkste, level 26. En die gaat als volgt. We doen dit straks allemaal de ogen dicht. We tellen heel hard tot 10.
En Henk, ondertussen help ik je te stoppen. Ja, sorry dat jij vertrekt. Eerst even de ogen dicht. Handen voor je ogen. Alright, ogen dicht. En we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waar is Henk? Oh, jij hebt stiekem lopen spieken, of niet? Ja, wie heeft Henk nog meer zien? Oeh, dit is goed bedoeld. Goed zo. Ja, heb je hem gezien? Waar is hij? Zullen we ze een hint vragen? Henk, doe je handen eens omhoog en zwaai eens goed naar ons. Daar zit hij. Ja, heel goed. Daar achter de bomen, bij de bosjes, bij het huis. Oeh, hey, wacht eens even. Henk. Ja, nee, ga eens terug. Kijk eens even terug. Ja, stop eens. En draai eens om met de rug naar ons toe. Wow, zie je dat? Wat er nu gebeurt is extra bijzonder. Henk valt helemaal niet meer op. En wij gaan kijken of die zo lang niet opvalt. Is dat we hem gaan vergeten? En pas aan het einde van de show weer aan hem denken. Ja, en het is gelukt. Dus we gaan snel door naar onderdeel nummer 2. Hoe overleef ik in de jungle? Dat heeft alles te maken met eten en met drinken. En ik zie hier al wat flesjes op de grond staan. Daar zie ik al wat twee. Heb je drinken bij je? Pak het erbij. Draai de dop eraf en blijf drinken tijdens de show. Eten. Eten is ook belangrijk. En de belangrijkste bouwstoffen voor je lichaam zijn eiwitten. En eiwitten genoeg hier in de jungle. En die hebben ze verpakt in insecten. En het vinden van insecten, dat werkt als volgt. Je kijkt tussen de takjes en de blaadjes waar ze zouden kunnen zitten. En vandaag staat er voor mij op een dagmenu. Ik begin aan deze kant. Kom straks maar eens kijken in deze bak. Ze zijn ongeveer zo groot. Ze kruipen over de grond, dragen het huisje op hun rug. En ongeveer 20 minuutjes op medium vuur in knoflooksaus of kruimboter. En ze zijn lekker. Moet eens even, waar heb ik het over? Slakken. Heel goed, maar niet zomaar slakken. Ik zal eens even kijken of ik er eentje bij kan krijgen. Oh, ja, blijf jij maar eens eventjes goed binnen. Wow, mag ik jou eens laten zien? Kijk eens, wat een kanje zeg. Dit is een agaatslak. Het is de grootste slakkensoort die er bestaat. Als hij volwassen wordt en hij is nu een halfjaartje oud, dan wordt zijn lijfje 30 centimeter lang. En het huisje wordt 20 centimeter lang. Dus deze heeft een aardige weg om te gaan. En ik kan er trouwens eentje tegen, die was wel verhuisd. Dus het huisje is leeg. Maar dit is een grotere versie van. Dus dit is bijna de volwassen versie van zo'n agaatslak. Moet je kijken wat het verschil. En hij bouwt ook het huisje om zich heen. Door middel van kalk. Hij zet elke keer bij dit raampje zet er een stukje kalk aan. Je ziet ook is dat het kleurverschil is en dan hard dat uit. En zo krijg je elke keer een nieuwe etage erbij. En het scheelt dan ook meteen heel veel verhuiskosten. Handig hè? Ja. Dus even hier vragen bij de dames. Hoi, wat denken jullie? Is dit een jongetje of een meisje? Je mag gokken. Jullie denken een meisje? Oké. Okay. Even kijken, we gaan hier eens even. Nou, jongen, hoi. Wat denk jij? Is het een jongetje of een meisje? Hij dacht een meisje. Wat denk jij? Jij denkt een jongetje? Oké. Okay. Oh, weet je wat? We kunnen ook al heel eventjes stemmen. Wie denkt? De slak is een mannetje. Handen omhoog. Oké, want het zijn er niet zo veel. En wie denkt? De slak is een meisje, is een vrouwtje. Ja, jullie zaten ook bijna mooi. Oké. Oké, het zijn er ietsjes meer. En wie denkt, de slak is een mannetje en een vrouwtje. Ja, en dat is correct. Dat klopt. En hier komt de bonusvraag. Wie weet hoe dat heet, een mannetje en een vrouwtje tegelijk. Ja, wat denk je, ja? Genderneutraal is wel een, ja, zo zou je het misschien hier kunnen noemen, maar ik was iets meer op zoek naar, want ziek er al mee, ja. Hoe was het dan weer? Onzijdig, ja, tweeslachtig, maar ik ben nog meer op zoek naar een ander duur woord. Hè? Nee, wacht. Ja,
hermafrodiet. Dat was hem die ik zocht. Een hermafrodiet is een pap en een man tegelijk, een mannetje en een vrouwtje tegelijk. Dus ze hebben de beide geslachtskenmerken. Ja. En dat is super handig bij de kei van kinderen. Want, wat gaan ze doen? Ze gaan knuffelen. En dan schieten ze pijltjes over weer naar elkaar toe. En dan leggen ze allebei meer dan 100 eitjes. En dat is echt zo romantisch. Lijkt zelfs een beetje op Cupido. Ja. Bent u ook een beetje romantisch? Dan gaan we. Nou, zullen we deze wel een beetje romantisch samen eten? Met een beetje knoflooksaus? Lieve kruidboter? Of helemaal niet. Want het is misschien ook iets te veel voor de eerste dag in de jungle, hè? Nou, ik leg hem even snel terug. Kom straks maar eens even kijken. In de bak van de agaatslak. Nu je trouwens weet wat je kunt eten, is het ook super belangrijk dat je weet wat je niet kan eten. En daarvoor heb ik speciaal voor jullie geselecteerd en meegenomen een erg giftig diertje. Dan ga ik even kijken welke het rustigst is. Kom er maar eens even bij. Alright. Wie weet hoe deze heet. Ja, we noemen hem geen Jan of zo, maar hoe heet dit dier? Welk dier is dit? Wat? Proef maar. Nee, het is geen slang. Een adder? Nee. Duizendpoot. Een miljoenpoot. Een duizendpoot is plat en heeft de poot aan de zijkant. En een miljoenpoot is rond en heeft de poot aan de onderkant. Dat is het verschil. Dit is een miljoenpoot. En een miljoenpoot heeft nooit meer dan 800 pootjes. We hebben het een beetje voor de naam afgerond naar boven. Onthoud is makkelijker. Maar deze is echt, echt giftig. Want als ik hem niet op mijn zakdoek heb en gewoon op mijn blote hand, dan krijg ik allemaal rode vlekken, allergische reacties. En trekt het gif dwars door mijn huid, in mijn bloedbaan, naar mijn hoofd. En heb de hele dag heftige hoofdpijn en loopt de hele dag water over te geven. Dat je gewoon niet weet waar je moet zoeken. Zo heftig. Nu zijn er maakjes hoor, die daar dankbaar gebruik van maken. Die pakken het op en die smeert zichzelf in met dat gif als een soort van shampoo, conditioner tegen luizen en vlooien. Stim. Een volwassen miljoenpoot wordt tussen de 30 en de 38 centimeter lang. En als er gevaar is, wat hij nu denkt wat er is, dan draait zichzelf op als een bruin drolletje met zo'n hoofdje in het midden. En als ik hem omdraai, zie je dat zijn kontje aan de andere kant in het midden zit. Dat is extra bescherming. Dus, mocht je nou ergens lopen en je hebt trek, je ziet zo eentje, mooi laten liggen. Ik leg hem snel terug, kom straks maar eens even kijken, want er zijn er ook twee wakker. Ik weet niet hoe groot ze zijn. Dit is de buiten. Alright. Oh, we hebben het natuurlijk nog steeds over eiwitten. En waar zitten meer eiwitten in dan in eieren? En voor het leggen van de eieren heb ik natuurlijk assistentie bij me. Ik ga ze er eens even bij roepen. Laten we eens even kijken of het werkt, of ze willen komen. Alright, let's go! Zijn. Ja, kijk eens even. Lekker. Zie eens. Lekker eten. Oh, dames en heren, jongens en meisjes. Dit zijn mijn chickies. Dit zijn mijn kippetjes. En dit zijn zijdehoentjes. Super schattig, super gezellig. En ze leggen dus mijn eieren. Soms zijn ze een beetje van slag, een beetje van de leg. En moet je lang wachten op een eitje. En dan is het goed dat je reserve eten bij hebt. En ik heb dat bij mij. En ik ben ook benieuwd wie van de avond er is. Lust hier popcorn! Wie lust je popcorn? Handen omhoog. Yes, let's go. Oké, want ik heb namelijk speciaal voor jullie gemaakt de jungle popcorn. Oh, ik kijk. Jullie lusten dat? Top. De jungle popcorn staat iets beter bekend onder de naam Geroze de Meelmoor. Gaan we proeven. Het smaakt naar popcorn, rijstewafel, beetje noter, super lekker. En ik heb straks genoeg voor iedereen. Kom maar even naar. Pak er maar gewoon eentje. Ja, gewoon lekker pakken. In je mond. Ja, kom maar. Ja, hartstikke goed. Wil jij ook nog even een melk? Wat? Wow, hey. Oh, kip. Pas op. Wat is het? Het is verschrikkelijk. Blijf maar zo. Nee, rustig blijf. Blijf ademen. In het
Ach, kijk eens even. Henk, Henk, luister. Dit zijn mijn maatjes, mijn buddies. Ik noem ze wel mijn stofzuigers. Ze ruimen alles op wat ik laat slingeren. Daardoor krijg ik geen last van muizen, ratten of van ongediet. Maar ik zie het al wel. Jij lijkt een beetje van laat te slapen. Ja, trek snel die jas uit. Ze zijn nu afgeleid en... Ik dacht dat jij zei dat dit de stoerste papa was van Jungola. Ja, ja. Nou, weet je wat? Ik trek je camera aan met de jas. Ja, mag ik een groot applaus? Of misschien niet de stoerste, maar vast de liefste papa van Jungola. Valt toch eens mee, hè? Jazeker. Oh, nu we dan toch een onderbreking hebben. Weten wij allemaal nog het geheime teken? Doe nog één keer. Handen boven je hoofd. En we gaan. Zaza. Zaza. Fantastisch. Henk, ik ruik gewoon het angstzweet. Ik ga hem even ophangen. Ga ik zo terug naar het derde onderdeel. Hoe overleef ik in het jungle? Hoe ga jij ook op die kant op? Goed zo. En wow! Wow. Henk. Er waren niet de zwijntjes. Nee. Want het dier wat daar is, is van een heel ander kaliber. Blijf rustig zitten. Ga ik kijken of ik te pakken kan krijgen. Alright, let's go. Wow, Kas. Kijk eens. Wow. Op de plek waar Henk was, lag deze koningspython. Een hele mooie slang. En hij wordt ook wel eens een balpython genoemd. Je ziet nu ook meteen waarom. Het zich oprollen als een balletje. Ja, weet een beetje spannend. Beetje spannend. Oké, laat me één ding vertellen. Je hoeft niet bang te zijn dat hij bijt. Oké? Het is geen gifslang. Hij zal je burgen. Het is een burgerslang. Dus, één tip. Niet gebruiken als sjaal. Deze is volwassen. Laat je op 5 oud. Die eet het je lang, ongeveer. En het enige wat die eet, zijn muizen, wat? En kleine knaagdiertjes. Dus je kan voorstellen dat ik erg blij ben. Al zo dat in de buurt is. Dan weet ik zeker dat er geen ander ongedierte in de buurt is. Ja. Zag je dat? Zag je dat met iets toe? Wie weet dat? Welke avonturier weet? Waarvoor gebruikt de slang zijn tong? Om te ruiken. Heel goed. Ja, wie wist dat nog meer? De slang ruikt met zijn tong. Heel goed. Opa sinds 2 seconden volgens mij, of niet? Ja, heel goed. Ja, nee, hij ruikt inderdaad met zijn tong. En links en rechts ruiken verschillende dingen. Hij ruikt in stereo. En dat is super handig. Want zo'n muis beweegt natuurlijk ook eens. Hij eet. Ongeveer 1 keer in de week. 1 keer in de anderhalve week. Dat is meer dan genoeg. En na 3-4 maanden heeft hij zoveel gegeten dat hij gaat vervillen. En dan schuurt hij met zijn neus langs een stukje steen of een tak en springt zijn huid open. En dan kruipt hij eruit alsof het een oude sok of een panty is. En dat blijft dan achter op de plek. En verder is hij koudbloedig. En dat betekent dat hij het overdag rustig aan doet. En de warmte opneemt van de warme lucht van de zon. Dus, wat ik ga doen, ik ga hem terugleggen op de plek waar ik hem vond. Want ik kan niet doen waar hij goed in is. Namelijk, overdag rustig aan en 's avonds op jacht. En dat kan ik doen waar ik goed in ben. Namelijk, 's avonds rustig aan en overdag op zoek naar de laya laya. Alright, buddy. Ga je mee? Ga je weer lekker slapen? Goed zo. Mama. Alright. Goed zo. Nee, het staat goed. Ja, weer lekker slapen. Ja, lig je lekker? Alright. Bye, buddy. Doe er weer. Oh ja. Ik zou nog doorgaan naar het derde onderdeel. Hoe overleef ik in de... Het teken was dit, hè? Ja, nee, oké. Okay. Ik wilde zeggen, mocht je de laaien lagen. Wat zag je dan? Oh, ja, dat is de reisvolg. Laila is een heel stuk groter, maar... Oké. Okay. Nee, ik hoorde het wel. We hebben de Laila. Iedereen, nog één keer. Het zijn we ding. Handen boven je hoofd.
genoten. En dit was Jim. Bye bye. Jongens en meisjes. Wow. Niet kunnen genieten van het verhaal van Jungle Jim. Kaka. Er is nu gelegenheid om Jim persoonlijk te begroeten. Kaka. Wij wensen u nog een avontuurlijke dag hier in Wildlands. Ja. Hij was me weer te snel af. Weet je wat? Kom anders even naar voren. Kijk in de bak van de agaatslang. Kijk nog even bij die miljoenpoot die mooi lang uit ligt. Wil je nog een mailman proeven? Dan kan dat bij mijn collega's. Wil je een high five geven? Of op de foto? Kom naar voren. En anders, fijne dag. Hier in Wildlands. Dit was Jim. Open uit. Bye bye. Dankjewel.